Mijn vriendin is ook Nederlands. Ik heb nu een half Nederlandse, half Duitse zoon. So. Ja. Ja. Nu blijf ik altijd met Holland ook verbonden. Ja, Lennart T. Vandaag je eerste werkdag in Rotterdam bij Sparta. Hoe is die bevallen? Ja, heerlijk. Dat ik eindelijk weer kan voetballen. Met iedereen kennis maken in de selectie. Ik ben heel benieuwd voor die nieuwe periode. Voor de nieuwe chapter in mijn leven. En ja, was een goede opstart vandaag. Het wordt je derde Nederlandse club na VVV en PEC Zwolle. Waarom Sparta? Ja, zei ik al toen ik heb getekend dat deze gesprekken heel goed waren. En ik hier heel veel vertrouwen voel. En vertrouwen in de selectie, vertrouwen in de staf, in de hele club. En ja, dat waar de overtuiging. Nu speelde Sparta wel 2 jaar geleden nog in de eerste divisie. Zie je het als een stap voorwaarts? Ja, zeker. Ik denk, de laatste seizoen was ook goed dat zij afgesloten zijn. 10e, 11e plek. En daar willen wij nu verder aangaan en goed voorbereiding doen. En dan weer wedstrijden winnen. Ja. Je spreekt ontiegelijk goed Nederlands voor een buitenlander die nog niet zo heel lang in Nederland speelt. Voel je je al een beetje Nederlander? Ja, nu een beetje half-half, maar mijn vriendin is ook Nederlands. Ik heb nu een half Nederlandse, half Duitse zoon. So. Ja. Ja. Nu blijf ik altijd met Holland ook verbonden. Ja. En je vriendin, komt die uit deze regio of komt ze ook nu naar Rotterdam? En heeft zij je ook aangegeven wat dit voor stad is? Nee, dat niet. Zij is ook vast Duits bij Hengelo. Is dicht bij de grens, maar nee. Zij kent Rotterdam wel, maar nu ook niet zo heel goed. Ja, nu zoekt Sparta ook nog een spits erbij. Ze hebben Serge Carcouche erbij gehaald. Wat is een beetje jouw indruk wat je vandaag hebt gezien van je concurrenten? Ja, het zijn natuurlijk alles verschillende type spelers. Ik denk dat heb jij voor een heel lange seizoen nodig. En het is altijd prettig als je goede concurrentie ook hebt. Daar geef je altijd volle bak in elke training, elke wedstrijd. En ja, ik denk dat is ook die basis om later spelen gaan winnen. Nu is er vandaag goed nieuws gekomen. Dat er een grote kans is dat er straks weer met publiek gevoetbald gaat worden. Hoe kijk je daar tegenaan? Want daar was toch wel wat scepties over. Ja, ik heb het nu in Duitsland vaak gezien als ik alle wedstrijden heb gekeken. Maar is anders. Jij ja, wendt ook een beetje aan, maar voetbal is met publiek, dat hoort daarbij. Maar is natuurlijk goed, denk ik, ook voor de club, voor ons, dat wij thuiswedstrijden met publiek kunnen spelen. Mijn eerste instantie hoop ik dat wij weer kunnen starten met de competitie. Ja, in Duitsland is dat inderdaad wel al het geval. Maar daar zeg je wel van, ik vind het toch moeilijk om te zien, omdat er geen publiek toegelaten wordt? Ja, is wel anders. Je hoort elke speler alles wat ze zeggen. En ik denk we moeten wel voorzichtig blijven. Niet denken dat alles helemaal voorbij is. Maar het is leuk om te horen dat die kans bestaat. Okay.